Weet ACV voor de vierde keer op rij te winnen? Dat is de grote vraag voorafgaand aan het duel tussen ACV dus en AFC. De formatie uit Amsterdam in het wit. En natuurlijk zijn vuurlogen gericht op de man die vorige week twee goals maakte, Justin Mulder. Maar de eerste kans is voor de bezoekers. Het is bijna raak. Kopbal van Splinter de Mooi. En ik weet niet of het nodig was, die redding daar op de doellijn. Want ik had het idee dat hij naast was te gaan. Maar amper een minuut later, we zitten in minuut 6, is het raak voor AFC. Het is opnieuw die de Mooi. Nu kopt hij raak. En ACV begint dramatisch aan het duel. Kijk eens, helemaal niemand die daarop staat te letten. Niemand springt mee. Nou ja, springt mee. Splinter de Mooi hoeft niet eens te springen. Zo kijkt de ACV na een dramatisch begin tegen een achterstand aan. 17e minuut. Oei, dit gaat weer mis. Let maar op. Jawel. Oh, 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 oh. Het is ongelooflijk. Ramon Nijland tikt die bal zomaar in de voeten van de Mooi. En dan heb je het idee dat de wedstrijd nog moet beginnen. Maar staat het al 0-2. Hij kan alles doen. Behalve dit. En dat doet hij. En de Mooi profiteert. Scoort zijn tweede van de middag. En wat zit AFC dan in een zetel? En natuurlijk baalt hij als een stekker. Ruststand 0-2. Want de ACV bakt er in de eerste helft heel weinig van. Het komt maar niet dreigend voor de goal van AFC. Doelman Gijs van Zetten. Dat moet dan gebeuren in de tweede helft. Arnoud Bentham. Hij startte weer in de basis. Giovanni Zwickstra wel weer terug trouwens. Na een wekenlange blessure en de kans. Eigenlijk de eerste echte kans. Zo 10 minuten na rust. Die is voor Takma Houssoupakoua. Met de redding van Zetten. De bal richting Bentham. Goeie actie, Bentham. Zijn eerste goede actie. Maar hij komt niet tot een schot. Maar wel goed weggelopen in de diepte. Dreigend ook. De corner staat nog. En de kopbal. Nou ja, kopballetje van Nande Wielink. ACV probeert het wel. Maar wordt niet echt gevaarlijk dus. En dit is vervelend. De beste man van het seizoen bij ACV. Bij heel veel goals betrokken, Freddy Kwispel gaat met een liesblessure naar de kant. Zijn plek wordt ingenomen door Mark Jacht. Kan het nog voor ACV? Je hebt het idee van niet. AFC houdt redelijk gemakkelijk stand en duikt hier nog een keer gevaarlijk op voor de goal van Nijland. Maar die redt deze keer wel. Blijft 0-2. En de tijd gaat dringen. Nog een kwartier met Jacht. Met een vroege voorzet. Die is lekker hoor. Die is goed gedaan door Wielink. En dan Giovanni Zwickstra. Dit was een lekkere rentree geweest. De spits van ACV schiet over. Ook nog altijd geen Gijs Jasper bij de Assenaren. Zat op de tribune. En wel deze Lars Dijk. Maar Dijk schiet over. En zo gaat ook de laatste kans verloren. ACV verliest met 0-2. Nee, je weet dat het een keer gaat gebeuren. En uiteindelijk denk ik ook verdiend verloren van AFC, wat natuurlijk gewoon ook een goede ploeg is. Maar goed, ik vind dat we onszelf ook wel in de voet hebben geschoten. ACV zakt door de nederlaag 1 plek en staat nu 4e in de tweede divisie. En Spakenburg is de koploper met 37 uit 15. Onderaan nog altijd FC Lisse 6 uit 14. RTV Drenthe.